Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vacant Soleil, Camping Holidays. In deze aflevering zijn we in Dalmatië, waar Laurien op weg is naar camping Amadria Park Trogir. Slechts 5 kilometer verwijderd van deze gelijknamige historische stad. Inderdaad, vanaf deze terrassencamping kijk je uit over de Adriatische Zee en de idyllische eilandjes voor de kust. Vanaf deze camping kun je diverse watersportmogelijkheden beoefenen. Je kunt zwemmen in de zee en in het buitenbad, maar je kunt ook kajakken, paraselen of jetskiën. En natuurlijk mag het aquapark niet ontbreken. Deze terrassencamping is opgebouwd uit verschillende hoogtes. Voor wat verkoeling kan je kiezen voor het zwembad of 2 etages lager ben je al bij zee. Er is hier ook een dagelijks animatieteam met wisselende activiteiten voor de kinderen. Wat opvalt is dat het hier allemaal heel nieuw en modern is. Het geldt niet alleen voor de receptie en het sanitair, maar ook voor het restaurant en deze hippe park. Ah, thank you. Even een heerlijk drankje. Met dit uitzicht, ja, dat blijft genieten. De camping ligt op loopafstand van het charmante dorpje Seged Vranica. Dit is leuk om te bezoeken, maar er is meer. Een van de leukste uitstapjes die je kunt maken vanaf de camping is een tochtje naar het eiland Trogir. Het ligt op zo'n 6 kilometer van de camping op een eiland. Je kunt het bereiken per watertaxi. En die watertaxi vertrekt gewoon vanaf de steiger bij de camping. Dat is dus wel handig. Na een boottochtje van ongeveer een kwartier arriveer je in de oude historische stad. Thank you. Nou, we zijn er. De rijke geschiedenis van meer dan 2000 jaar trekt veel toeristen. De oude stadsmuur kent 2 toegangspoorten. Dit is de Zuidpoort en dit is meteen een heel leuk stukje met allemaal winkeltjes, cafés en restaurantjes. Deze historische stad staat bekend om zijn typische Dalmatische architectuur en smalle straatjes en steegjes. Het staat dan ook niet voor niets op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En moet je die marmeren vloer eens zien waar ik over loop. Prachtig. Wandelend door de straten van Trogir is als een reis naar de tijd van de Grieken, Romeinen en Venetianen. Wauw. Je kunt op deze camping diverse accommodaties boeken, zoals deze Tahiti, direct aan zee. Hij is lekker ruim van binnen. Hij heeft 2 slaapkamers en 2 badkamers en een goede airco. Of je kunt in een safari tent verblijven, zoals deze Kalahari. En hier kun je met z'n 5 verblijven. Hier voor de ouders en hier 3 kinderen met stapelbed. Hoe cool is dat? Kijk, dit is mijn accommodatie. De Waikiki Premium. Ik zal je hem even van binnen laten zien. Welkom in mijn woonkamer. Een fijne, ruime zithoek hier. En dan gaan we hier naar de keuken. Van alle gemakken voorzien. Een ijskast met vriezer, maar ook borden, kopjes, bestek, alles is hier. Hier gaan we naar mijn slaapkamer. Lekker 2-persoonsbed. Badkamer. Airco, heel fijn. In de zomer zelfs een must, kan ik je wel zeggen. En dan hebben we hier nog 2 extra slaapkamers. Een stapelbed en nog 2 losse bedden. Oh, en als je nog een 7e persoon wil laten slapen hier, dan kan die uiteraard op de slaapbank.
Er is hier in de omgeving van alles te zien en te beleven. Je kunt bijvoorbeeld Krika watervallen bezoeken, je kunt een eilandentour maken, maar vandaag ga ik kajakken. Lekker sportief! Hallo, I'm Laureen. Hi Laureen, I'm Tomo. So Tomo, tell me, what are we going to do today? We're going to visit city Trogir with a kayak guide. Okay, yeah. Cool. And you're going to guide me? I'll be going to be your guide today. That yes. Will be nice. Sure. Let's go? Let's go. Okay. Doesn't take a lot to figure out. Things don't always go your way. Doesn't take a lot to turn things around. There's always another way. Off we go? Yes, we go. Yes, we have it. Al peddelend door het smaragdblauwe water komen Laureen en Tomo al snel bij het oude stadje Trogir. Vanuit de kajak zie je deze unieke stad vanuit een heel ander perspectief. Zo, dat was een hele tocht. We moeten ook nog terug. Nog even genieten van het zonnetje en dan moeten we helaas deze camping alweer verlaten. Tijd voor een conclusie. Wat vond ik zelf van deze camping? Er waren heel veel dingen die ik leuk vond. Het stadje Trogir daarachter, zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Ja, het is heel fijn hoeveel watersporten je hier natuurlijk kunt beoefenen. En dan in deze heldere zee, wat wil je nog meer?